Vorige week vertelde de dochter van de 72-jarige man hoe het ruwaard in de fout ging. Een verkeerde diagnose en een foute behandeling zorgden ervoor dat de man begin dit jaar overleed. De aangifte bevat meerdere aanklachten, waarvan de zwaarste poging tot doodslag is. De vrouw wil niet herkenbaar in beeld. Nou ja, omdat het gewoon hele ernstige feiten zijn die, uh, die daar zijn gebeurd. In, in dit geval met mijn vader. Maar goed, uh, uit de media blijkt natuurlijk dat er uh, met veel meer mensen wat is gebeurd. En dat is al reden genoeg om dat natuurlijk in behandeling te nemen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat, uh, dat artsen maar doen wat ze willen. Er is vandaag een aangifte bij ons binnengekomen en die heeft betrekking op een verdenking van poging tot doodslag. Het in hulpeloze toestand laten van een patiënt met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, en dat soort feiten. Met de aangifte kreeg de vrouw haar vader niet terug. Toch hoopt ze op erkenning. Voor mijn vader is, het, is dit te laat. Hè? Hij is dit begin dit jaar overleden. Maar er zijn meer mensen. He, het blijkt ook uit, uh, uit de media, die na mijn vader in dat ziekenhuis zijn gekomen. Dus je doet het ook voor de andere mensen. Nou, het begint natuurlijk bij het bestuderen van de aangifte. Wat, wat, wat zij er van de verdenking en moeten we op basis daarvan verder gaan opereren? En daarnaast valt het natuurlijk ook niet uit te sluiten, want wij hebben wel signalen uit de media in die richting gekregen dat er nog meer aangiftes bij komen. Het Ruwaard van Putten ziekenhuis noemt het triest dat er tot een aangifte is gekomen.